Goedendag. Welkom bij dit mini-college over de toekomst van Europa. En we gaan het hebben eigenlijk over een van de grootste onderwerpen die vaak op die agenda staat, de toekomst van Europa, democratie. Wordt het nog wat met Europa en democratie? En gaan Europese integratie en democratie überhaupt wel samen? Europese integratie hebben we zeker de afgelopen 30 jaar het nodige aangezien. In de jaren 90 hadden we een hele serie met verdragen die steeds nieuwe bevoegdheden aan Europa gaven. Het verdrag van Maastricht, het verdrag van Amsterdam, het verdrag van Nice. Dat culmineerde zelfs in een grondwettelijk verdrag. Dat in 2005 onder andere aan de burgers van Nederland werd voorgelegd. Maar waar een meerderheid van hen negatief over oordeelde. Sindsdien werd het stil op het democratische front van Europa. Er kwam uiteindelijk wel een nieuw verdrag, het verdrag van Lissabon, maar dat werd niet meer aan de burgers in Nederland of in Frankrijk, het andere land waar het werd voorgelegd, in stemming. We kregen heel veel crisissen, de eurocrisis, een migratiecrisis, Brexit en nu de coronacrisis. En elke crisis leidde ertoe dat Europa nieuwe bevoegdheden, nieuwe taken kreeg om de crisis het hoofd te bieden. Maar over die grote ingrijpende maatregelen vonden geen volksraadplegingen plaats. En in die zin lijkt het duidelijk een spanning te zijn tussen Europese integratie en democratie. Gaan die twee wel samen? Kunnen we ze wel combineren? En naar de toekomst toe, wat zijn dan de opties? Hoe kunnen we onze democratie behouden en toch of niet doorgaan met Europese integratie? Dat is de vraag waar ik het over wil hebben. En ik doe dat eigenlijk in drie stappen. Ik wil eerst terug naar een hele basale opvatting van democratie. En ik wil eigenlijk redeneren dat in verlengde van dat ideaal van democratie, dat er in verlengde toch wel een idee van integratie past. Dat op een bepaalde manier met een steeds meer grote betrokkenheid van de burgers bij beleid, je op een gegeven moment ook die grens van de natie over wil. En de democratie wil vergroten voorbij de natiegrenzen. Als dat de belofte is van democratie, dan, en dat is mijn tweede stap, is die de afgelopen jaren zeker niet waargemaakt in Europa. De praktijk van Europese integratie is geweest dat de politici het zoveel mogelijk om de burger heen hebben gedaan. En dat brengt me dan bij de laatste stap. En dat is de vraag, moeten we kiezen? Moeten we kiezen tussen integratie ten koste van democratie of voor democratie? Maar dan ten koste van integratie. Of is er misschien toch ook nog een uitweg? En mijn stelling is eigenlijk dat een absolute keuze niet de oplossing is. Dat we het ideaal van steeds grotere insluiting, ook van mensen buiten de landsgrenzen, bij besluitvorming, dat we dat democratisch ideaal, democratie over de landsgrenzen heen, dat we dat voor ogen moeten houden. Maar dat we ook moeten erkennen dat dat nog lang niet perfect is, dat het fout gaat en dat democratie en integratie werk in uitvoering blijven. Laat ik eerst iets zeggen over democratie, want wat ik net zei over werk in uitvoering geldt zeker voor democratie. Het ideaal wat een democratie als staatsvorm definieert, is de ambitie om te zorgen dat wetten niet over en ten koste van mensen worden gemaakt, maar dat het bestuur in dienst staat van alle die onder haar wetten moeten leven. Dat je in beginsel elke wet aan elke onderdaan kan uitleggen. Dat is een ideaal wat we nooit bereiken. Maar wel een ambitie die we voortdurend als democraten voor ogen moeten houden. En hoe groter we de cirkel van burgers kunnen maken die zich kan vinden in het beleid, des te dichter je bij het ideaal bent. En hoe meer voorzieningen we kunnen treffen om het beleid af te stemmen met de burger,
hoe sterker onze democratie. Als je democratie als een historisch proces ziet, dan begint het ook met dat we de macht eerst van de koning afnemen, in de handen leggen van een stel welgestelde burgers, mannelijke burgers, dat die kring gaandeweg groter wordt, dat het criterium van rijkdom verdwijnt en dat uiteindelijk ook vrouwen bij het kiesrecht worden betrokken en dat de kiesdrempel ook steeds lager wordt tot het niveau waar die nu is van 18 jaar. Maar democratie is eigenlijk dus een olievlek waarin steeds meer mensen worden betrokken om mee te beslissen en om hun instemming te geven aan de wetten. Die olievlek houdt in beginsel niet op bij landsgrenzen. Ook dat is eigenlijk een kunstmatige barrière die net zo kunstmatig is als dat de macht ooit bij de koning lag. Een mythe uit het verleden. Zeker als onze problemen vaak genoeg over de landsgrenzen reiken. Denk aan klimaat, denk aan corona. Denk ook aan studeren in het buitenland, werken in het buitenland. Handel natuurlijk. Onze maatschappij opereert in heel veel opzichten over grenzen heen. En voor zover onze besluiten mensen buiten de landsgrenzen raken, of voor zover besluiten die elders worden genomen, in Berlijn of Londen, onze burgers raken, is het een verrijking als we daar een democratische vorm kunnen vinden. En in die zin is er dus een logische relatie vanuit het democratisch ideaal naar inderdaad het idee van een grensoverschrijdend bestuur, een grensoverschrijdend democratisch bestuur. Maar de praktijk is weer barstig. In Europa hebben we een bepaalde inrichting gevonden voor besluitvorming. En op papier ziet hij er best goed uit. Om lid te worden van de Europese Unie moet je een democratie zijn. Voor de Europese Unie om bepaalde taken en bevoegdheden te krijgen, moeten alle regeringen het eens zijn dat dat belangrijk genoeg is om op Europees niveau te regelen. En als we dan een invulling vinden voor dat beleid, dan moet dat ook nog eens door een ruime meerderheid van de lidstaten worden goedgekeurd. Bovendien komt er dan ook nog eens een extra controle overheen van het Europees Parlement, wat we allemaal één keer in de 5 jaar mogen kiezen. Dus eigenlijk zit er op papier een dubbel slot, een dubbel democratisch slot op Europese wetgeving. De controle van nationale regeringen met een democratisch mandaat en de controle van een direct gekozen Europees Parlement. Maar democratie is meer dan spelregels, dan instituties. Het vergt ook het vertrouwen dat die spelregels kloppen, dat ze in balans zijn, dat ze recht doen aan de verschillende belangen die erbij betrokken zijn. Daarvoor heb je in wezen een democratische grondwet nodig, die zorgt dat alle partijen het gevoel hebben dat ze voldoende worden gekend in het beleid. En daar zie je dat de Europese Unie nog steeds het product is van de overeenkomst tussen lidstaten. En dat de Europese Unie te vaak de schijn tegen heeft dat het niet een balans heeft gevonden waar burgers zich kunnen in vinden, maar dat het een balans is die bepaalde vooroordelen heeft. Grote staten hebben wellicht meer macht dan kleine lidstaten. Westerse Europese landen hebben misschien meer macht dan oostelijke of zuidelijke landen. Bedrijven hebben wellicht meer toegang tot Europa dan u en ik als werknemer of consument. Dus die balans roept nog steeds wantrouwen op. En de keer dat het de burgers werd voorgelegd, kunt u zich vinden in deze spelregels, waren er in ieder geval in 2 belangrijke landen genoeg burgers die zeiden dat ze dat niet dat vertrouwen hadden. En nog heel veel landen waar het überhaupt niet werd gevraagd. Een ander aspect van democratie, naast het feit dat die spelregels door iedereen herkend moeten worden, is dat je elkaars meningsvorming gezamenlijk moet kunnen laten plaatsvinden. Dat je met elkaar in gesprek moet gaan om tot gezamenlijke besluiten te komen. En helaas hebben we in Europa
niet die ruimte, niet die publieke sfeer, niet die gedeelde media, waarin we direct kennis nemen van de ervaringen, van de belangen, van de gevoelens van onze mede-Europeanen. De voornaamste politieke debatten vinden toch plaats in nationale media, op nationale televisie, in nationale kranten. En interessant genoeg hebben we het daar wel in toenemende mate over allerlei ontwikkelingen in Berlijn, in Athene, in Parijs. Maar wat daar gebeurt is dat we het als Nederlanders onder elkaar over die mensen daar hebben. We praten heel veel over de Grieken of over de Duitsers. Maar we hebben geen ruimte waarin we met ze praten. Waar we direct, één op één of in een groter collectief, kennis nemen van de gevoelens en de ervaringen van onze mede-Europeanen in andere Europese landen. En in die zin is onze perceptie van de rest van Europa toch altijd, vindt die altijd plaats door een nationale lens. Nou, die twee grote tekorten eigenlijk, het ontbreken van een democratisch bevestigde grondwettelijke structuur en het ontbreken van een gemeenschappelijke publieke ruimte waar we met elkaar in discussie gaan, die werden eigenlijk door die Europese grondwet geadresseerd. Het was een poging om eigenlijk op beide fronten een stap vooruit te maken. Aan de ene kant ambieerde die Europese grondwet een grondwet te zijn die de regels van de Europese besluitvorming op een democratische basis zette. Tegelijkertijd was die grondwet zelf en dat hele proces eromheen een vehikel om een daadwerkelijk Europees debat tot stand te brengen. Dat is uiteindelijk niet gelukt. Maar er is meer te leren van die ervaring dan vaak wordt erkend. En dan wordt benut op dit moment. Wat fascinerend was van de poging om een Europese grondwet te maken, is dat er daadwerkelijk wel in de Europese conventie een heel breed debat plaatsvond tussen politici van alle Europese lidstaten. Zelfs van de landen die op dat moment, voor 2004, nog geen lid waren uit Centraal- en Oost-Europa. En dat die politici er ook in slaagden om soms over hun nationale schaduw heen te springen en een document op te stellen wat meer was dan de kleinste gemeenschappelijke delen, maar echt een samenhangend, ambitieus document wat ze met trots een grondwet noemden. Dus je had een debat en je had een meer dan behoorlijke uitkomst. Maar het was niet goed genoeg. Want het debat bleef te zeer besloten tot de cirkel van politici. En op het moment dat de burgers er daadwerkelijk bij werden betrokken in de referendums, hadden ze het gevoel dat de uitkomst eigenlijk al vast lag. Daar lag dat document, het was af. En op een of andere manier is men tijdens de conventie er niet in geslaagd om op dat moment al de media-aandacht en de publieke betrokkenheid te genereren. Maar ook het document zelf had bepaalde blinde vlekken. Zoals bijvoorbeeld te weinig aandacht voor een sociaal Europa. Voor heel veel politici heeft het falen van die grondwet en de negatieve referendumuitkomsten in Frankrijk en Nederland een enorme nare nasmaak achtergelaten. Ze vroegen om 2 jaar reflectieperiode, bijkomperiode. Toen werd er weer voorzichtig gestart aan een nieuw document en dat werd dan uiteindelijk het verdrag van Lissabon. Maar dat verdrag werd niet meer voorgelegd aan de burgers. Dat verdrag mocht geen grondwet meer heten. Dat verdrag werd met de uitzondering van Ierland, waar het niet anders kon, door de lidstaten, door de regeringen en door de parlementen, waar de regeringen een meerderheid hadden, bekrachtigd. Sindsdien, of eigenlijk heel kort al na het in werking treden van het verdrag van Lissabon, kwam de ene golf van crisis naar de andere. Het begon inderdaad in 2009 al met het losbreken van de eurocrisis, problemen in Griekenland in eerste instantie, die stap voor stap van land tot land in andere landen in Europa tot financiële problemen leidden. Vluchtelingencrisis, Brexit en nu dus de coronacrisis.
En elke keer is Europa in actie gekomen. Elke keer zijn er ook nieuwe taken bij Europa neergelegd. Elke keer hebben regeringen besloten dat om de crisis het hoofd te bieden er nieuwe macht naar Europa moest. Maar die macht, die keuzes, werden niet voorgelegd aan burgers. Ze werden vaak geen eens vastgelegd in een verdrag. En voor zover ze vast werden gelegd in een verdrag, was dat soms een verdrag wat buiten de bestaande verdragen omging. Zoals het Europees Stabiliteitsmechanisme, waar het geld wat leningen verschafte aan landen als Griekenland die in financiële problemen kwamen. De Europese Commissie speelde een afwachtende rol. Het Europees Parlement kwam er vaak pas aan te pas op het moment dat het besluit er al lag. Heel veel vertrouwen werd gegeven aan helemaal niet democratische instanties, zoals de Europese Centrale Bank, die een hoofdrol speelde in het bedwingen van de eurocrisis. Dus wat we eigenlijk hebben gezien in die periode van de afgelopen 10 jaar, is dat er wel integratie heeft plaatsgevonden op hele belangrijke domeinen, maar dat daar geen democratische instemming voor is gezocht. En dat is logisch. Als je Europees politicus bent, moet je er misschien ook niet aan denken om die ambitie te hebben dat je echt de steun, Europa brede steun kan krijgen voor nieuwe stappen en besluiten. De diversiteit is groot. Zelfs de tegenstellingen in veel individuele landen lopen alleen maar op. Politieke polarisatie. En tegelijkertijd hebben we dus inderdaad niet dat bindmiddel, die gezamenlijke publieke ruimte, waar we elkaar kunnen vinden, waar we van elkaar kunnen leren, waar we ervaringen kunnen uitwisselen. Maar de politieke besluitvorming moest wel door. De crisissen eisten dat op. Vraag is echter of dat een houdbare strategie is. Of dat op de lange termijn niet het vertrouwen in Europa en zelfs in de politiek in brede zin ondermijnt. Willen we dit wel? Willen we wel een steeds verdere integratie, terwijl politici doelbewust de burger ontlopen? Het alternatief kennen we inmiddels ook. Je kan ervoor kiezen om te zeggen, dit willen we niet. We willen niet dat de democratie het slachtoffer wordt van integratie. Dan moet het maar de andere kant op. Dan geven we integratie op en hopelijk winnen we dan de nationale democratie terug. Het voorbeeld daarvan is natuurlijk het Verenigd Koninkrijk en de beruchte Brexit. Is dat een oplossing? Ik zeg denk ik niet. Want je kan wel de Europese Unie verlaten, maar daarmee verlaat je nog niet alle wederzijdse afhankelijkheden. Elk land in de moderne wereld is ingebed in tal van contacten, relaties, handelsrelaties, maar ook persoonlijke relaties, financiële relaties en inderdaad klimaatafhankelijkheden, militaire afhankelijkheden. Dan kan je wel een bepaalde samenwerking verlaten, maar je zult nog steeds met andere landen in conclaaf moeten. En dan mis je dus, en dat is het tweede bezwaar, dan mis je dus de buffer, de stabiliteit, de vertrouwdheid en de voorspelbaarheid van de procedures die de Europese Unie biedt. Die procedures zijn, zoals ik eerder zei, niet perfect, niet uitgebalanceerd, maar ze bieden wel een buffer tegen pure machtspolitiek. En zonder de inbedding van een internationale organisatie als de Europese Unie heb je niks anders dan zuiver machtspolitiek. Een derde overweging waarbij ik toch weer terugpak aan het begin, bij het begin van het verhaal, is dat je daarmee dus ook de ambitie opgeeft om de democratie verder te laten reiken dan de nationale grenzen. Om toch te zoeken naar vormen waarin we tot democratische besluitvorming kunnen komen over vraagstukken die groter zijn dan de landsgrenzen. En om in het proces van besluitvorming bewoners, burgers van meerdere landen te betrekken. Je stapt eigenlijk terug naar die traditionele grenzen van de natiestaat. Daarmee lijken we eigenlijk uitgekomen op een dilemma.
zonder uitweg. Aan de ene kant een, proces van de Europese integratie. Wat structureel heeft te maken met een gebrek aan goede randvoorwaarden. Geen Europese publieke ruimte. Geen erkende grondwettelijke structuur waar die een breed democratisch vertrouwen geniet. En dat versterkt elkaar. Bij gebrek aan grondwet is er minder vertrouwen, minder discussie. De minder discussie leidt ertoe dat er geen gemeenschappelijke consensus kan zijn voor een grondwettelijke structuur. Maar aan de andere kant is de keuze om integratie op te geven en eruit te stappen ook geen optie, omdat je daarmee uiteindelijk niet in een geïnternationaliseerde wereld een nieuwe politieke laat staan, een politieke vorm die de ambitie heeft om democratisch te zijn, vindt. Wat dan rest is volgens mij een derde weg. Die accepteert dat er geen perfecte oplossing is. Dat democratie werk in uitvoering is en dat Europese integratie zeker werk in uitvoering is. Dat we daar stappen maken. Dat er ook een spanning staat op die relatie. Maar dat er ook geen weg terug is. We moeten zoeken naar vormen om over grenzen samen te werken. We moeten met elkaar in debat blijven over grenzen heen. We moeten ook accepteren dat het debat niet altijd een bevredigende uitkomst heeft. Maar we moeten ook niet op het debat opgeven en van onze burgers wegkijken. We moeten het blijven uitleggen, blijven zoeken, in gesprek blijven en accepteren dat bepaalde besluiten soms gecorrigeerd moeten worden omdat ze niet nationaal zijn uit te leggen. Dat gesprek moet je blijven zoeken, ook als dat soms betekent dat de versnelling in het integratieproces wat lager moet. Nu heeft het ook een concrete consequentie voor de conferentie over de toekomst van Europa. De conferentie over de toekomst van Europa stond eigenlijk al op de politieke agenda voor de corona-uitbraak. Vertraagde een beetje en ligt nu voorlopig even stil. En dat is niet alleen vanwege corona, dat is ook omdat er heel veel verschillende meningen over zijn. En toch ziet iedereen ook wel dat het nodig is om weer te gaan praten over de toekomst van Europa. Dus er ligt een plan dat er een brede Europese discussie moet plaatsvinden over fundamentele vragen van Europa. Een plan waar in eerste instantie vooral Emmanuel Macron, de Franse president, mee op pad is gegaan. Een plan wat ook noodzakelijk werd omdat de uitkomst van de Europese verkiezingen werd gevolgd door een proces waarin het Europees Parlement dacht dat ze een beslissende stem zou hebben over de verkiezing van de voorzitter van de Europese Commissie. Maar uiteindelijk de regeringsleiders daar een hele andere visie op nahielden. En hun eigen kandidaat, mevrouw von der Leyen, naar voren duwde. Dat moet anders, daar moet over gesproken worden. Daar is iedereen het over eens. Maar hoe, in welke vorm en met welke agenda, daar zijn grote verschillen over. Regeringen hebben daar een bepaald idee over, zijn er heel voorzichtig over, willen vooral niet te veel over democratie hebben, over institutionele veranderingen. Zeggen we moeten het vooral over de inhoud hebben, over beleid, klimaat, gezondheidszorg wellicht. Het parlement is veel ambitieuzer, maar wil ook heel veel participatie, heel veel inbreng van burgers, heel veel lokale debatten organiseren. De commissie neemt daar wat meer een tussenpositie in. En of ze daaruit komen, dat is nog maar te bezien. Voorlopig zijn ze het nog ineens eens over de vraag wie dit circus mag gaan voorzitten. En het grote risico is dat we een heel groot evenement optuigen, met tal van discussies, 2 jaar lang, overal in Europa, zonder dat het uiteindelijk tot concrete veranderingen en hanteerbare voorstellen leidt. En toch, in het licht van de conclusie die ik net trok, dat we democratie moeten blijven wagen in Europa, dat het voorbestemd is om niet altijd bevredigend te zijn, dat het ook vaak fout zou gaan, maar
dat gezien het belang van de Europese samenleving, gezien het politieke gewicht van de Europese samenwerking en de verwevenheid van onze maatschappijen, we wel met elkaar in gesprek moeten blijven, is er maar één oplossing en dat is het proberen met de erkenning dat falen mag, fouten worden gemaakt, want democratie blijft werken en uitvoeren. Dank u wel. Was ik nou?